Kin, bovenlip, neus. Als je de tongoefeningen doet, was je handen, heb korte, schone nagels. En speel een liedje of zing een liedje voor je kind. Als je ontspannen bent, dan is je baby ook ontspannen. En daarna drinkt de baby de fles of gaat hij aan de borst. Kin, neusje, bovenlip. Hey. Om de baby te laten aanhappen, raak ik kin, neus en bovenlip aan. Even. Goed, vacuüm laten zuigen. Dus trek wat met je vinger. Dan moet de baby nog meer moeite doen om vacuüm te zuigen met zijn tong. Ik kijk naar de tong of hij goed cupt, of hij goed mijn vinger blijft vasthouden. Als hem vacuüm blijft vasthouden. Dat is een goede oefening voor de tong. Om het gehemelte te masseren beweeg ik met mijn vinger van links naar rechts over het gehemelte. En ook een beetje heen en weer. En dan even de vinger naar beneden en tong wandelen. Dan wandel ik met mijn vinger langzamerhand de mond uit, terwijl ik met de punt van mijn wijsvinger op de tong duw en steeds verder naar buiten. Dan ga ik over de kaakwal bewegen om de tong uit te lokken, verder naar rechts en verder naar links te bewegen. En ik steek de tong naar hem uit om uit te lokken dat hij zijn tong ook wat meer gaat uitsteken als hij dat niet al deed. Doe deze oefeningen minimaal 1 tot 3 keer per dag. Jij kan het doen of je partner kan het doen.